Geert Wilders had 18 getuigen in gedachten om zijn onschuld te bewijzen. Rechtsgeleerden, godsdienstgeleerden en radicale moslims, zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Maar tot ergernis van de verdachte keurde de rechter er maar 3 goed. Alle 3 islamdeskundigen. Ik zie u schudden, meneer Wilders, maar ik ga door. Wilders' strategie is dat hij wil aantonen dat zijn uitspraken over de islam als levensgevaarlijke ideologie geen meningen zijn, maar waarheden. De rechter had kunnen beslissen dat de waarheid een zaak is voor de wetenschap en dat processen er alleen voor dienen om vast te stellen of iemand de wet heeft overtreden. Maar rechter Moors heeft nadrukkelijk gekozen voor een compromis. Want Geert Wilders mag inderdaad proberen te bewijzen dat zijn beweringen over de islam feitelijk juist zijn. Die ruimte gunt de rechter hem, maar hij gunt hem geen podium. En daarom dus maar 3 getuigen in plaats van 18. Te meer omdat de rechtbank denkt dat de andere mensen op de lijst toch niets wezenlijks hebben toe te voegen. Bovendien zullen de getuigen niet in het openbaar gehoord worden, zoals Wilders had gevraagd, maar achter gesloten deuren bij de rechtercommissaris. Dat is gebruikelijk en daarop wil de rechtbank ook in dit geval geen uitzondering maken. Wilders reageerde teleurgesteld. Het is een bevooroordeelde rechtbank die geen kennis van zaken heeft. Ik zeg het gewoon recht zoals ik het denk voor deze camera, die mij geen eerlijk proces gunt. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint over 3 tot 4 maanden en zal dan waarschijnlijk een week duren.